In deze aflevering serveert Jeroen de Pauw een ijskoude espresso tonic, waant Steffi vertriest zich in Spanje met haar aardappelsalade, bakt Julie van den Driessen een zomerse Italiaanse galet en bezoeken we melkveehouders Bart en Marijke op koe bij de hof. Maar beginnen doen we met een glutenvrije tiramisu van Alexia Stevens. Lekker, gezond en eenvoudig koken zonder gluten is iets waar veel gezinnen vandaag de dag op zoek naar zijn. Foodblogger Alexia Stevens kookt thuis al een aantal jaren glutenvrij door de intoleranties van haar echtgenoot en kinderen. Het is haar missie om aan te tonen dat iedereen lekker en makkelijk glutenblij door het leven kan gaan. Vandaag maken we de klassieker onder de Italiaanse desserts, tiramisu. We gaan wel niet voor een klassieke versie met koffie en cacao, maar zoals je kunt zien met heel veel rood fruit. En ook een klein beetje limoen voor een frisse toets. Eerst gaan we beginnen met eigenlijk een soort van jus te maken waarin dat we de koekjes gaan weken, hetgeen dat je normaal in koffie doet. Daarvoor ga ik 2 eetlepels diepvries rood fruit gebruiken. Je kunt vers fruit gebruiken ook. Dat zou ongeveer 50 gram moeten zijn, give or take. Het is eigenlijk gewoon om een soort van sapje te maken. Hier gaan we dan 100 milliliter veenbessensap bijvoegen. En dan nog wat limoensap. Ongeveer het sap van een halve limoen mag daarbij. Dat gaan we nu gewoon mixen tot een glad fruitsoepje. En dan kunnen we daar subiet de koekjes in gaan dopen. Gaan we beginnen met de rest. Zijn de eitjes scheiden. Belangrijk voor tiramisu is dat je werkt met opgeklopt eiwit, zodat dat echt een luchtige moes wordt. Dus we gaan eerst dat eiwit opkloppen. Zo. Klein beetje zout erbij. Snufje zout. En dat gaan we dan opkloppen. Dan gaan we de machine het werk laten doen. Stevig eiwit. Luchtig schuim en dan gaan we dan straks door het mascarpone mengsel kloppen om de mascarpone mengeling te maken. Daarvoor ga ik eerst suiker met eitjes opkloppen. Ik heb 100 gram suiker en dan die 2 eidooien die we er juist hadden. Ondertussen ga ik al een beetje limoen raspen, maar dan gaan we zometeen ook nog bij het mengsel doen. Nu is dat echt een mooie, luchtige massa. Dat heeft wel eventjes geduurd om dat te kloppen. En nu ga ik daar 200 gram mascarpone bij doen. En dan gaan we ook verder luchtig kloppen. En nu ga ik daar de limoenrasp bij doen. Dat geeft zo een frisse toets en eigenlijk de andere helft uitpersen. Voilà, we gaan alles goed mixen. Niet te lang. Zo, gewoon zien dat het allemaal schoon gemengd is. En nu ga ik daar gewoon de eiwit doorscheppen. Ik doe dat niet met de mixer om die luchtigheid te houden. Als je dat met de mixer doet, dan gaat het eigenlijk al de lucht dat je erin wilt krijgen eruit kloppen. Dus voilà, beetje bij beetje gaan we dat eiwit daar zachtjes doorscheppen. Kijk, en nu hebben we dus echt al een mooie mousse. Je ziet dat eigenlijk allemaal niet veel werk, hè? Dus wat gaan we nu doen? De koekjes, de basis van een lekkere tiramisu. Voilà, onze glutenvrije lange vingers, ideaal voor tiramisu te maken. Altijd even kijken van oké, hoe gaan we ze in onze pot inpassen. Kijk, en nu even laten weken en je gaat direct zien, dat slorpt enorm veel vocht op. Ik heb dat vast en dat wordt al direct zo'n beetje plat, dus je moet echt zien dat je dat niet te lang laat weken. En zo is dat eigenlijk koekje per koekje. Hup, eruit. Hier gaan we nu een beetje rood fruit nog op doen. En dan de eerste laag mascarpone. Die gaan we daar voorzichtig over scheppen. En dat gaat dan eigenlijk helemaal die koekjes verder zacht maken. Om zo een frisse tiramisu te krijgen. Hup. Voilà, uitsmeren. En dan zie je mooi, kijk, als je het aan deze kant ziet, de laagjes. Hè? Dus je hebt het koekfruit
Het is best als je dat wilt serveren, dat je een dag op voorhand maakt. Dus ik ga deze in de koelkast zetten. En magischerwijs komt deze eruit, want ik heb gisteren al een portie gemaakt. Belangrijk is dat we er nu gewoon nog een beetje fruit op gaan doen. En dan nog een klein beetje limoenrasp. En then it's ready to eat. Zo. Dat ziet er goed uit. Ik heb er goesting in. Ik hoop dat het jullie smaakt. Tiramisu met zomerfruit en een frisse toets aan limoen. Met een lekker bolletje ijs maak je jong en oud gelukkig. Ook Jeroen de Pauw houdt wel van een heerlijke koep of horentje in de zon. Heerlijk. In IJskoel gaat hij de experimentele tour op met het klassieke dessert en tovert hij fantastische en vernieuwende ijscreaties op tafel. Ik dacht, als we nu een keer in plaats van een gewoon dessert een hele lekkere originele cocktail maken met een plezant koekje erbij. Dus ik dacht, de revelatie in cocktails van de afgelopen jaren is absoluut de espresso tonic. Misschien een beetje een gek idee, maar voor de mensen die het nog niet geproefd hebben, zeker doen. Een combinatie tussen tonic en koffie. En we gaan daarvan een dessertversie maken met een bolletje mokka-ijs bij. En het koekje, dat is iets heel simpel, maar wel plezant om thuis te maken. Namelijk gewone droge wafeltjes. En daar gaan we een coating rond doen van chocolade en dat in verschillende garnituren rollen. We beginnen heel simpel, namelijk chocolade smelten au bain-marie. Dus ik neem een potje met water. Hup. Daar een kom in. Dus water laten we even opwarmen. Zachtjes koken misschien. Onze chocolade, die gaan we gewoon in stukken breken. Zo. Je kunt dat ook met andere soorten chocolade doen. Witte chocolade bijvoorbeeld. Karamelchocolade. Eendert wat je wil. Ik ga bij onze chocola een klein beetje room doen. Chocolade is aan het smelten. En nu ga je die garnituurtjes doen. Hè. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld wat gedroogde frambozen gebruiken. Hagelslag, nootjes. Ik heb hier nu een mengeling genomen tussen een klein beetje sesamzaad. En we gaan dat mooi mengen. Een beetje geraspte kokosnoot. Een beetje zaadjes. Heel even met mes door, dat dat niet zo'n grote dikke pitten zijn. Dat gaan we er ook bij doen. Voilà. Dat zijn gedroogde veenbessen. Rozijnen zou ook perfect kunnen. Dat gaan we ook even met mes door. Zorg er gewoon voor dat je wat plezante kleuren hebt. Dat een beetje afsteekt, dat je een mooi kleurenpaletje hebt. We hebben hier wat wit, wat rood, wat groen. Dit allemaal door elkaar. Ik ga eens roeren in de chocolade. Onze chocolade is mooi gesmolten. Ik heb hier nog een ovenschaal. Moet geen ovenschaal zijn, maar een plateauken eventueel. Met een klein beetje bakpapier op, zodat we onze wafeltjes daarop kunnen leggen en dat dat niet plakt. Nu gaan we onze wafeltjes besmeren, nog even doppen in de chocolade. Ik heb hier zo een borsteltje genomen om dat mooi te besmeren daarmee. Ik ga het maar half doen eigenlijk. Geeft nog een leuker effect. Hup. Dat gaan we doppen in onze mengeling. Zo. En dat gaan we voor elk wafeltje doen. Hè. Je kunt dat natuurlijk ook met andere koekjes doen. Hè. En dat wordt eigenlijk ons garnituurtje bij onze espresso tonic. Voilà. Koekjes zijn klaar. Tijd voor onze cocktail zelf. Ik heb hier een espressotje klaargezet. Voilà. Ons ijs. Zorg dat alles klaar staat. Want ja, dan moet het snel gaan. Hè. Moet je direct kunnen serveren. Dat gaan we al openzetten ook. Bolletje. Mooi in het midden van het glas. Zoiets. Daar gaan we onze tonic op doen. Probeer dat zo voorzichtig langs de kant te gieten. Je kan het ook gieten. Dan komt ons koffietje erover. Dat je zo wat mooie kleuren krijgt. Hè? Koekje, dat zetten we er bovenop. En dan heb je
een heerlijke cocktail, een espresso tonic met een wafeltje met chocola. Smakelijk. Salut. In Alles op Alles daagt Steffi Vertriest ons uit om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen door met restjes heerlijke gerechten te maken en door overschotten zo lang mogelijk vers te bewaren. Van heerlijke salades met dressings tot overvolle kommen boordevol smaak. Restjesdag was nog nooit zo lekker. Vandaag heb ik een Spaanse aardappelsalade in petto. Het is een gerechtje dat ik heb leren kennen. In Ibiza wordt daar heel vaak geserveerd als een tapa. En wij gaan dat maken als iets dat je overal bij kunt eten, als dat niet gemakkelijk is. Spaanse aardappelsalade, wat zit daarin? Aardappeltjes. Gaan we die hun velletje verwijderen. En we gaan die aardappelsalade meteen maken voor een hele week, bij wijze van spreken. Want je kunt dat eigenlijk bij alles doen. Als je een feestje hebt, bijvoorbeeld, ook iets ideaal. Als je een barbecue organiseert, bijvoorbeeld, om als side dish te presenteren. Dan gaan we die in fijne blokjes snijden. Voilà. Dan gaan we die, onze aardappeltjes, in stukjes stomen. Voilà. Denk aan onze star ingredients. Al beginnen garen, gaan wij ondertussen onze worteltjes schillen en in kleine blokjes snijden. En dat is bij dit gerechtje het meeste werk, om het zo te zeggen. Het snijden van de groentjes. Maar het gaat het helemaal waard zijn. Ik zeg het nu al. Zo, dan gaan we ook die in kleine blokjes snijden. Die gaan we ook garen. Even wat warm water overdoen, dat die goed kunnen koken. Ziezo, wat gaan we nog doen? Ik heb hier erwtjes. We gaan daar ook een beetje warm water aan toevoegen. Onze erwtjes die kunnen ondertussen in het warm water garen. En dan zijn ook onze patatjes al klaar. En door die te stomen, wordt daar goed veel van bewaard, van voedingsstoffen. We gaan daar ook een eitje bij koken. Ik ga er twee eitjes bij doen. En die mogen ongeveer een kleine 10 minuutjes koken. Wat mag er nog allemaal in onze aardappelsalade? We gaan een uitje schillen. En hoeveelheden die doen er eigenlijk niet veel toe hier. Ons uitje dat mag al bij onze aardappeltjes. We hebben hier onze worteltjes. Die zijn ook klaar. Dan mogen die bij in onze pot. Als dat geen kleurrijke bedoeling wordt, dan weet ik het niet. Hè? Ik heb hier erwten. Die zijn ook klaar. Dan moet daar enkel ons eitje nog bij. En dan gaan wij ondertussen, terwijl dat aan de kook is, mayonaise maken. Super gemakkelijk. Ik heb 300 milliliter koolzaadolie. Ik ga daar 1 ei aan toevoegen. We gaan daar het sap van een halve citroen bij doen. Gaan we een klein beetje op smaak brengen door ongeveer een afgestreken eetlepel mosterd eraan toe te voegen. Een beetje zout daarbij. En dan gaan we daar onze staafmixer in zetten. Hè? Zo gemakkelijk. En toch een stukje gezonder. Hè? Die is klaar. Ondertussen zijn ook mijn eitjes klaar. Dan gaan we onze eitjes pellen. En dan mogen die nog bij onder onze aardappelsalade. En die zijn mooi hard gekookt. Dan gaan we daar een beetje van onze zelfgemaakte mayonaise bij doen. Zo. Dat is perfect zo, hè? Dat hangt mooi aan elkaar. En als je dat nu zou serveren, dan doe ik hier altijd nog een beetje peper, een beetje zout.
Voilà, dan hebben we die als side dish. En dan kunnen we hier nog een paar dagen slaatjes voor op te werk maken, bijvoorbeeld. 'S Avonds serveren met een visje erbij, bijvoorbeeld. Dan gaan we dat ook vacuüm bewaren. En dan gaan we onze side dish proeven. Mm-hmm. Keiliger. In Merchtem ligt in de Koeweidestraat melkveeboerderij Koeweidehof van Marijke en Bart. Al 3 generaties lang wordt er hard gewerkt. Melkvee en het telen van gewassen voor mens en dier zijn hun vaste waarde. Hun zuivelproducten vervaardigen ze met ambacht, passie en respect voor dier en milieu. Wij zijn Marijke en Bart. Welkom op onze boerderij, het Koeweidehof. We hebben melkveeakkerbouw, dus wij telen maïs, gras, granen voor ons vee. 85% van onze voedergewassen telen we zelf. En daarnaast telen we ook nog aardappelen, ajuinen en grondwitbeuf. Dus hier begint eigenlijk alles. De kalfjes worden afzonderlijk van de moederkoe gehuisvest. Zowel om de gezondheid van de kalfjes als van de moederkoe beter te kunnen opvolgen. Van zodra dat een kalfje geboren wordt, heeft hij nog geen antistoffen. En wij geven eigenlijk de eerste moedermelk zo snel mogelijk aan het kalfje dat eigenlijk bomvol antistoffen zit. Zo kunnen de kalfjes ook aan ons wennen en hebben ze ook meteen alles wat ze nodig hebben. Zodra dat de kalfjes groter worden, komen ze naar hier en zitten ze eigenlijk allemaal samen in een hokje. En hier kunnen ze eigenlijk op hun gemakje verder groeien. Leren ze ook zelfstandig drinken en beetje bij beetje ook vast voedsel opnemen. En kalfjes die dat van bij de geboorte eigenlijk goed verzorgd worden, die groeien later uit tot gezonde melkkoeien. Dus nu zijn we bij de melkgevende koeien. Hier hebben we eigenlijk heel veel geoptimaliseerd en veel geautomatiseerd ook. Allemaal met het dierenwelzijn in ons achterhoofd, gezondheid voor onze dieren, als ook het milieu. Ook het voer is zodanig wat aangepast dat de methaanuitstoot beperkt wordt van onze koeien. Enkel onze melkgevende koeien, die gaan niet meer buiten, dus die staan hier in de stal. Omdat die op dat moment echt aan topsport doen. En dan willen ze echt alles geven wat ze nodig hebben. De stal is ook zodanig gemaakt dat ze voldoende licht, lucht en ruimte hebben. En dat we echt hun gezondheid zo goed mogelijk kunnen opvolgen. Dus de koeien lopen vrij rond in de stal. Ze komen eten wanneer ze willen, ze gaan rusten wanneer ze willen. Of ze kunnen zelf hun laten melken in de melkrobot wanneer ze dat wensen. Koeien die rusten eigenlijk 14 uur per dag ongeveer, slapen doen ze 20 minuutjes. En daarvoor hebben we van die lichtbedjes met matrassen waar we eigenlijk het ideale comfort voor hun geven om makkelijk te kunnen te liggen gedurende die 14 uur. Ze hebben ook een vloer die dat zodanig gemaakt is dat ze voldoende grip hebben op de vloer. En de mestschuif die dat je dan ziet gaan, die maakt de gangen eigenlijk om het uur volledig proper. In de stal hangen ook koeborstels. Ze kunnen daar zelf naartoe gaan en hun laten masseren wanneer ze dat willen, zodat hun vacht volledig geborsteld wordt. En daarnaast hebben we ook nog ventilatoren in de stal hangen. Dat is eigenlijk vooral voor in de zomer om een aangename omgevingstemperatuur te creëren voor hen, zodat ze zeker geen hittestress ervaren. Elke koe draagt een halsband met een zendertje. Dat registreert eigenlijk hoeveel ze beweegt, hoeveel ze herkauwt. Het herkauwen is ook heel belangrijk bij koeien. Als ze te veel of te weinig herkauwen, geeft dat eigenlijk aan ons aan dat ze ziek is. Dat zendertje zelf houdt ook bij het aantal liters melk dat ze gegeven heeft, de temperatuursverhoging eventueel in de melk, of een uierontsteking dat er zit aan te komen. En zo kunnen we eigenlijk heel snel preventief ingrijpen, mocht dat nodig zijn. Mijn man die was vroeger 2,5 uur per dag bezig met het voeren van de koeien en nu dus de voerrobot voor hem.
Die rijdt dag en nacht rond in de stallen en dan meet hij eigenlijk met een lasertje hoeveel eten dat er nog ligt. En als er te weinig eten ligt, dan gaat hij dat halen in de voerkeuken. Dan maakt hij daar de juiste samenstelling zoals wij het hebben ingegeven in de computer. En dan brengt hij het zo terug tot bij de koeien. Tussen koeien heerst er een beetje een hiërarchie. Maar doordat hij eigenlijk meermaals per dag gaat voeren, krijgen alle koeien de kans, ook de dutsjes, om rijkelijk te komen eten. De koeien komen op hun eigen houtje naar de melkrobot. Een koe die net gekalfd heeft, die zit in haar topproductie. Die wordt soms 4 keer per dag gemolken. Een koe meer naar het einde van haar lactatie toe wordt soms maar 1 keer per dag gemolken. Eerst maken de borsteltjes de spenen van de koe proper. Dan is het rode lichtje is eigenlijk een laser die dat zoekt waar dat de spenen hangen. En dan worden de bekertjes aangehangen en laat de koe haar melk stromen. Ze voelen eigenlijk de druk in hun uier, waardoor ze de behoefte hebben om naar de melkrobot te komen. En ze krijgen daar ook krachtvoeder. Voor hun zijn dat een beetje hun snoepjes. Maar eigenlijk zijn dat aanvullende vitamine en mineralen dat aan elke koe individueel gegeven wordt in functie van haar energiebehoefte. Dus we hebben gezien dat de mestschuif eigenlijk de gangen altijd proper maakt. De mest komt dan dagelijks naar de vergister. En in die vergister zitten bacteriën die de mest afbreken, waardoor dat er gassen ontstaan. En dat zie je eigenlijk ook onder dat zeil. Die gassen gaan we gebruiken voor een gasmotor aan te drijven. En die gasmotor die drijft ondertussen een turbine aan. En zo maken we elektriciteit. Dus met de mest van onze koeien maken we volledig onze eigen elektriciteit en draait ons bedrijf volledig op groene stroom. Zowel de voerrobot, de melkrobot, de ledverlichting als de ventilatie in de stallen, die draait op onze eigen energie die we gemaakt hebben. En daarnaast, de mest die dat dan vergist is, die is ook niet verloren, want die gebruiken we dan nog eens als plantenvoeding voor onze gewassen. En daarnaast gebruiken we ook regenwater om onze gewassen te besproeien. En hetgeen dat nog overschiet, dat verkopen we dan via een energieleverancier als groene stroom. Voilà, en zo brengen wij ons product rechtstreeks tot bij de consument, van melk tot groente en zelfs elektriciteit. Zoetigheden gaan er altijd in en al helemaal als ze lekker homemade zijn. Een extra smeuïge cake of een heerlijk stukje taart met vers fruit? Hoe zoeter, hoe liever als het van bakkerswinnares Julie van den Driessen afhangt. Ik heb wel goesting om erin te bijten. Haar baksels en desserts doen iedereen watertanden en vullen de huiskamer gegarandeerd met overheerlijke geuren. Vandaag gaan we de Italiaanse tour op met een lekkere, hartige galet met kwark, kersttomaatjes, prosciutto, pesto, alle Italiaanse smaken met een lekker krokant korstdeeg. We beginnen met onze basis, dat is het deeg. Ik maak een korstdeeg. Ik doe dat altijd in zo'n foodprocessor. Dat is gemakkelijk. Ik gebruik 240 gram tarwebloem. Ik voeg aan mijn 240 gram tarwebloem nog 5 gram zout toe en ongeveer een koffielepeltje, gedroogde tijm. En dan voeg ik ook nog 120 gram boter toe. We gaan al eens beginnen met dat korte blitsen, dat we een soort van broodkruim krijgen. En dit is eigenlijk de textuur dat we willen. Die boter is goed vermengd met die bloem. Hier voegen we nu nog 80 gram koud water of ijswater aan toe. Maar heel koud water is voldoende. Voilà. We voegen dat toe. En je gaat zien dat er opeens een deeg is. Ik stop nu, want anders ga ik mijn deeg gaan overmengen. Het hangt net aan elkaar. Zo. Dat heeft geen extra kneedwerk nodig. Gewoon een plat stampen. En dat wikkelen we in verzoutfolie. Dat mag nu een half uurtje rusten in de koelkast, zodanig dat het iets steviger is om uit te rollen. Terwijl ons deegje aan het afkoelen is in de koelkast, ga ik ondertussen onze tomaatjes halveren. Het zijn echt schoontjes van eigen Belgische bodem. Van nature lekker zoet. Zo, dan ga ik nu ons deegje uit de koelkast nemen. Ons deegje is nu genoeg gerust. En nu heeft dat ietsje meer stevigheid. En dat gaat ons helpen met het uitrollen. Ik ga een klein beetje bloem gebruiken. Ik werk rechtstreeks op de bakmat. Want we gaan dat gewoon hier in één keer op uitrollen.
Ik neem er met een deegrol bij. Het moet niet perfect een cirkel zijn. Het mag met de randjes over je siliconen mat komen. Het is lekker, maar het oogt ook mooi. Hè? En ongeveer een 4 mm dikte. Dat is voldoende. Wat gaan we nu doen? We gaan ons taartje bedekken met kwark. Kwark, dat is eigenlijk een beetje zoals magere yoghurt, maar zo iets vlokkeriger van textuur. En eigenlijk echt wel lekker als beleg. Bijvoorbeeld ook op een boterham, een beetje peper, zout. Dus ik strijk dat daar gewoon zo over uit. En ik gebruik hier ongeveer 180 gram. Geen Italiaanse galet zonder een beetje pesto erbij natuurlijk. En dan gaan we dat gewoon zo'n beetje gaan uitstrijken, nonchalant. Dat is onze basis. Ik ga dat dan een keer op smaak brengen met zout en een beetje peper. Gebruik altijd in uw keuken zwarte peper. Dat is veel lekkerder van smaak dan die witte. En dan is het nu tijd voor onze tomaatjes. Die leg ik zo mooi met hun pitjes naar boven, omdat dat dan mooier bakt straks. Dus dat mogen we nu gewoon zo'n beetje verdelen. Dus ik ga nu mijn galet al gaan invouwen. Dus ik ga de randjes mooi overlappen. Je neemt een stukje, maakt een driehoek en je vouwt naar binnen. En dan het laatste stukje. Voilà. Ik ga nog een klein beetje peper ook op mijn tomaatjes doen. Wat dat nu juist nog nodig heeft, is een beetje doorruren. Dat gaan we doen langs de randen. Losgeklopt met een beetje volle melk. Dat zorgt voor een hele mooie glans. Je kunt dat ook altijd doen bij je zandtegen. Zo. Je neemt een borsteltje erbij. En je gaat je randjes zo mooi voorzien van een ei-jasje. Dus mijn zenmomentje in de keuken. Ik vind dat echt genieten. Dat is superleuk. Dat galetje kan nu bakken op een 180 graden voorverwarmde oven voor toch een 35 à 40 minuten. Hier is ze. Voilà. Nu gaan we dat nog afwerken naar smaak. Ik heb hier een beetje prosciutto, basilicum, olijfolie. Dus een echte mooie Italiaanse smaken. Een beetje verse basilicum. En dan nog afgewerkt met een beetje olijfolie. Oh, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Wat een lekkere lunch gaat dat hier worden, zeg. Klein beetje zwarte peper. En kijk een keer hier. Onze prachtige Italiaanse galet. Een super lekkere lunch of ideaal als brunch of buiten voor een barbecue. Je kan alle recepten nalezen op njam.tv. Smakelijk!